zowel in het verleden als nu, kom je wel altijd wel weer van die oude veteranen tegen die toch die koersen toch wel hier in West-Friesland wonnen. Welke ronde heb je eigenlijk allemaal gewonnen hier in West-Friesland? Oh, dat zou ik niet echt meer weten, want ja, dat is meer dan 13 jaar geleden. Ik weet nog wel dat ik de Theo Komen plaquette gewonnen heb. En dat vond ik wel een van de mooiere hier in West-Friesland. Dat was een tweedaagse, zelfs een driedaagse is het geweest. Met een tijdrit, maar ook natuurlijk een proloog. Was jij een goede tijdrijder? Ik was geen goede tijdrijder, maar ik kon de schade wel beperken. En toen, in die editie kon je met de sprints kon je bonificaties konden. En toen uiteindelijk de laatste sprint eigenlijk genoeg bonificaties konden om eigenlijk alle klassementen te winnen. Maar ja, je hebt voor een nazaat gezorgd, hè? Hoe is het met je zoon? Kan hij ook een beetje goed de koers lezen of moet je dat allemaal even aan hem vertellen? Nou, die ene die ziet het wel gebeuren en die andere, die oudste, die ziet het iets minder. Maar die is zo sterk dat hij het wel kan corrigeren. Maar dus hij heeft ook dezelfde dijbenen als zijn vader met de sprint? Nou, ik heb twee zoons rijden. De ene die is 60 kilo en de andere die is 85 kilo. Dus het zijn twee totaal verschillende renners. Maar ze kunnen verschrikkelijk goed sprinten. Ze doen er goed mee in de koers, absoluut ja. Rick van Breda, de laatste keer dat je sprak, won je de ronde van Obdam. Volgens mij al 3 jaar geleden. Ja, dat is wel even geleden. Ja. We hebben natuurlijk wat mindere seizoenen gehad door corona. Maar daarom is het des te mooier dat we vandaag in Nibbikswoud zijn. Met een koers die weer nieuw in leven geblazen is. In de 80e jaren. Nou, Kieftenburg heeft hier ooit gewonnen. Nou, allemaal namen. Steven Rooksie heeft hier gereden. Ja, dat zijn mensen die zijn zelf zo wat in het oude mannenhuis. Ja, ik zat even te kijken naar de oud-winnaars. Maar dat zijn geen generatiegenoten van mij, nee. Wat denk je ervan zelf? Het is een mooi rondje, allemaal asfalt. Ja, het is een mooi snel rondje. Het zal een tactische koers worden. Dus ben benieuwd, heb je zin in. Ja, dat is jou wel aangesproken, hè? Want je weet wel meestal ook wel heel goed de koers te lezen. Ja, in principe is dat wel een dingetje die me ligt. Maar we gaan het zien vandaag. Ik heb er zin in en we gaan gewoon voor het podium. 2, 1, 6. Nou, heel veel jaren geleden werd er weer een ronde van Nibbikswoud georganiseerd. Terug van weg geweest, de 100 van Nibbik. Er stonden zo'n 36 renners aan de stad. Onder toezicht ook van veel coryfeeën uit het verleden. Niet alleen Henri Kes, maar ook Tino Haakman en Niels Verstralen. De veteraan Henri Kes was al 70 gefinis bij de sportklasse en daarna als supporter voor zijn zoons Jim en Mike. In de eerste rondes bleef het peloton aaneengesloten. Daarna kwam het spel op de wagen. Op het supersnelle geasfalteerde parcours. Tom Jonkmans uit Zaandam zat toen al in de kopgroep van zo'n 7 renners en zou later een hoofdrol spelen. Rick van Breda ging in de aanval en ook Bram Kras uit Zwaag zag zijn kans. Tom Jonkmans sloot aan en de 3 kregen een kleine voorsprong van 8 secondes. Tot het noodlot toesloeg. Een zware valpartij in een vrij scherpe bocht zorgde ervoor dat de koers al lange tijd minuten werd stilgelegd. De toeschouwers langs het parcours werden voor lange tijd verstoken door informatie van de KNWU-officials. En de 100 van Nibbik werd met 15 ronden ingekort. De 3 begonnen deze gelijk van start af uit te bouwen tot 20, 23, 40, 45, zelfs ging het weer terug naar 40 seconden. En ze bleven uit de greep van het peloton. Toen de koplopers zicht kregen op het peloton, werden zij 6 rondes voor het einde uit de koers gehaald. Bij elke doorkomst daarna op de meet was het vaak dat Bram Kras, Tom Jonkmans en dan Rick Breda in die volgorde passeerden. Wat misschien inhield dat Rick van Breda zijn benen spaarde voor de eindsprint. Het bleek anders uit te pakken en daar komen de renners aan. Het is Bram Kras die de voortouw neemt. Het is toch Jonkmans die er overheen gaat. Nee, het is Bram Kras. Bram Kras wint hier de 100 van Nibbik en Rick van Breda wordt derde. Na die valpartij moesten jullie behoorlijk weer in het ritme komen, hè? Ja, die valpartij was wel naar. Ik hoop dat het met de betrokkenen goed gaat. Ja, ritme was eigenlijk wel goed. We hadden besloten om volle bak met z'n allen te gaan rijden. En we wisten zelfs de voorsprong uit te bouwen, dus dat is alleen maar mooi. Ja, ik dacht, nou, jij rijdt de hele tijd achter die andere koplopers aan. En je neemt dan eigenlijk in de laatste ronde neem je het initiatief.
Ja, dat was eigenlijk de bedoeling ook om op start-finish al als laatste door te komen en de allerlaatste keer als eerste. Ja, maar ik deed niet zoveel fout, denk ik. Ik ging als eerste door de bocht heen, maar die twee jongens die kwamen nog heel knap overheen. Oké, volgende week niet op Dam? Volgende week op Dam, hopelijk met titel te verdedigen. Bram Kras, eerste overwinning, hè? Ja, eerste overwinning, een hele mooie, denk ik. Met z'n drieën weg en dan het afmaken, dus dat is erg lekker. Was die valpartij, 8 seconden. Ik denk dat peloton, die komt steeds dichterbij. Ja, dankzij die valpartij is er eigenlijk toch wel een knik gekomen met het peloton en jullie als koplopers. Nou ja, na die valpartij hebben wij gewoon tegen elkaar gezegd, we gaan met z'n drieën volle bak rijden. Alleen op die manier kunnen we namelijk wegblijven. Ja, dat lukt gelukkig. Dat al snel groeide de voorsprong. 20, 23, 40, 45, kwam weer terug naar 40. Ik denk, nou, wisten jullie dat? Ja, ik hoorde wel zoiets, maar ik wist wel dat we hebben gewoon een hele grote voorsprong. En het kan natuurlijk zijn dat na een premiesprint dat het dan even harder gereden wordt. Maar wij reden gewoon alle rondjes hebben we even hard gereden. Alleen het laatste rondje werd er iets gepokerd, dus daar misschien iets minder hard. Ik heb al langs het parcours gelopen, maar elke keer als jullie voorbij kwamen, 75, 69 en 60. Dus met andere woorden, Bram en dan Rick van Breda op het tent. Ik denk, nou die Rick van Breda, die gaat voor de overwinning. Nou ja, we reden echt heel mooi met z'n drieën, kop over kop. En we deden allemaal goed ons beurtje. Ik deed dan toevallig alle beurtjes bij start-finish. Dus dat is natuurlijk ook leuk voor het publiek. Zeker omdat ik hier uit de buurt kom en ik een aantal mensen ken die hier langs de kant stonden. Je broer fietst ook mee, hè? Zeker, die valt nogal op in het peloton met zijn gele fiets. En hoorde dat als wij aan de andere kant reden, heb ik ook een paar keer zijn naam genoemd, gehoord op de speaker. Dus die gaat ook steeds beter. Dat is een erg groot talent, dus die komt nog wel. Bij welke ploeg rij je? Ik rij bij HRTC. We hebben met de HRTC een combinatieteam, regio-team Noord-Holland. Dat is samen met Wielenvereniging Noord-Holland, Alkmaria en BRC Kennemerland. En daarmee rijden we de clubcompetitie en de topcompetitie. Er is deze ronde de 100 van Nibbingswoud weer terug. Leuke ronde? Ja, zeker. Moet terugkomen. Leuk. Mooi rondje. Maar alleen maar asfalt? Dat is waar, doe maar ik maar met klinkertjes erin. Dan wordt het iets zwaarder. Hey, doe je ook grote rondes, dus klassiekers? Ja, zeker. Volgende week rij ik 7 Heuvelen. Dat is om 23. In Nijmegen? Ja, zeker. En dan dag en na mogen we lekker in op Dam Criterium rijden. Leuk zin. Heb je het dan niet in de benen zitten, die Heuvelen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik werk in Op Dam als schimleraar. Dus is leuk om daar dan te kunnen rijden. Op Dam waarschijnlijk de laatste keer, heb ik begrepen. Heb ik ook begrepen, lijkt me erg jammer. Maar ik hoop dat ze dus, als ik volgende week win, dat ze nog vaker terugkomt. Dat het een mooie overwinning zou zijn. Hopelijk dat de jongens nou het voortouw hebben genomen hier in Nibbingswoud. En we zien dat er wat meer rondes weer komen in West-Friesland. Het zou mooi zijn. Ja, zeker. Ook een rondje horen? Op zich. Dan heb je klinkers. Dat is waar, hartstikke horen. Mijn vader heeft die vroeger georganiseerd. Maar het is tegenwoordig wel weer erg lastig, om daar in de middenstad een vergunning voor te krijgen, heb ik gehoord. Succes in Nijmegen en succes in Op Dam. Dank je wel.